Als je het filmen. Dat hoef ik niet. Ga uit, joh. Oh, nee. Oh. Nee. Heb je nou heel de nacht buiten geslapen, Luca? Oh, nee. Bel de dierenbescherming. Nee, hoor. Die is net buiten gelaten. Hey. Goedemorgen, mensen. En top dat jullie weer kijken naar een nieuwe werkplaats van. We gaan even kijken in de kluis, want als het goed is, hebben ze daar gisteren al spulletjes geleverd. Oh, breek niet je nek. Oh, er zit een daar gat. Stap niet in het rollen. Oh, oh man, nee. Wat een vieze bende hier, Reek. Ja, ja. Heb jij daar zitten kakken? Jij? Wat dacht je van? Deze, ja. Je was zo goedzinnelijk altijd, hè. Altijd nou, mooi langs de kant kakken en nou in één keer daar heel de boel onder zitten sausen de hele tijd. Deze is een beetje jammer. Zo. Ha! Oh, mooie spulletjes. Woe! Wat is dat dan? Dat is onze verf. En? Zo, wat dacht je? Ik neem gewoon eventjes 16 rolletjes van die tape. Ik was het beu dat het op was. Kijk, we moeten niet weer door die verf heen gaan. Zo, onze afgebroken bus die er eigenlijk niet uit had gehoeven. Dat is jammer, hè? Nou, hij is er in ieder geval wel uit, dat is het belangrijkste. We hebben toch één goeie nog? Die we eruit hadden gehaald ook. Maar hij ligt daar. Even kijken of het dezelfde is. Hij heeft weggegooid, ik dacht dat we toch twee nieuwe dingen maken. Ja, lulkoek. Ja, het is wel dezelfde. Kom maar. Als we hem schuin afdraaien, dat we zo'n veetje erin krijgen. En we maken een nieuw flensje, dan kunnen we zo een flensje eraan lassen. Ja, maar dat zou wel gaan. Maar ik weet niet, als het gietijzer is, is het dan natuurlijk niet zo fantastisch om te lassen. Ja, de lage bus om zich is maar goed. Draad erop tappen. Hier zo een stukje schroef, een stukje terugdraaien. Een beetje schroefdraad erop en dan een flensje maken met schroefdraad die erop draait. Ja, maar dan wordt wel een dun wandje dan. Valt wel mee hoor, hier. Maar ja, dan wil je er niet aan lassen. Dan hoef je er niet aan te lassen. Dat kraagje doet eigenlijk niks, hè. Het enige wat hij doet is voorkomen dat die bus in de bak schuift. Nou, die schuift er niet in, dat heb ik net wel gezien. Weet je wat ook kan? Denk gewoon terug. Hoe ver moet die per se dragen aan de onderkant? Hoezo dragen? Oh, je bedoelt deze? Ja. Je wil zeggen dat hij hem iets eruit laat steken? Ja, dan kun je makkelijk schroefdraad erop doen en... Dan kun je er ook een ringetje tussen gooien daaronder. Ja, maar je moet hem dan toch eigenlijk wel 10 centimeter uit laten steken. Even 10 centimeter? 10 millimeter. Dat is een hoop. Nou, daar komen we wel aan uit. Deze is er in ieder geval eruit. Dat is het belangrijkste voor nu. Ja, het beste zou zijn als we gewoon zo'nzelfde bussen nog ergens zouden kunnen vinden. Als de bussen stuk gaan, dan vervangen ze meestal heel de bak, hè? Ja. Dat was wat te doen, maar ik moet wel even kijken. Zat. Ja, nou, misschien is er wel een kijker die de straalgast over heeft. Nou, je kunt het vragen. Hè? Je kunt het vragen. Oh ja, nou ja, als er nou toevallig iemand is die een straalgast over heeft, dan houden we ons aanbevolen. Straalgast? Nee, wacht. Als ik dus vraag om een roze lolly, dan zeg je, hey, hij is heel hebberig hoor. Ja, maar weet je wat het is? Hele straalkasten. Ah, weet je wat? Hey, doe mij maar een straalkast. En maar weet je wat het is met die roze lollies van jou? Jij vraagt allemaal van die zooi en dan laat je vervolgens hier liggen. Hij is een partij ondankbaar, dat is niet normaal. Dirk. Ja, hoe zit het met jouw hartjes, kussentjes? Dirk. Ja.
hangt aan de heftruck. Hoe zit het met jouw roze wattenstaafjes, Dirk? Oh ja. Oh ja. Dat bedoel ik dus, hè? Oké. Dus Dirk, we spreken af. Alle rommel die je vanaf nu al vraagt, die je krijgt. Ik vraag niks meer. Ik ben al gestopt met... Let op. Volgende postvlog. Ik ga geen catch meer. Nou, ik had nog wel een idee voor Bas. Oh nee. Oh, nou komt het. Nee. Ik zal me inhouden. Gelukkig. Ja. Dan moet je me toch eens vertellen hoe ik dat nou sneller had gedaan met een straalkast. Ja. Dat ding past in de eerste plaats al niet erin, denk ik. Hoezo? Je weet niet hoe groot dat straalkast is. Ja, maar ja, de meeste straalkasten die ik heb gezien... Dat kun je sowieso niet stralen, dat is aluminium. Dan kan je wel stralen. Ja, parelstralen. Ja, dan moet je wel een andere grip voor pakken, ja. Maar, het is, ik moet zeggen, ik heb er wel eens vaker mee gewerkt met die straalkasten, maar het is ook niet ideaal, hoor. Het gaat ook niet zo snel, vond ik. Nee? Nee, daar ben je best lang mee bezig. En de ruit is altijd helemaal ondergestraald. Dan zie je niks. Ik heb die lampenwikkerpot die erin zit. Dan zie je helemaal niks meer. Maar er waren dus ook kijkers. Die zeiden gewoon, ik ga niet meer kijken. Omdat het dus geen straalkast is. Ja. Tenminste, dat zijn pas net. Ja, dat vind ik wel apart. Kijk, ja. Dat is ook wel jammer. Ja, we hadden de straalkast wel voor een boel kleine dingen kunnen gebruiken en nog steeds, hè, want er liggen nog wel meer onderdelen. Ja. Dan moeten we niet zo gierig zijn. Nou, ik ben niet zo gierig, ik zoek er maar één uit hoor. Moet er eentje bestellen. Dan moeten we kijken hoe we dat met de compressor doen. Ja, een bouwcompressor gebruiken, hè. Ja. Dat kan. Die bouwcompressor heeft meer dan genoeg opbrengst en ook genoeg druk. Ik heb er wel eens mee gestraald. Met zo'n grote straalketel. Heb ik toen een vrachtwagen chassis mee gestraald, zelfs met dat ding. Ik denk dat je die koppelingsplaat goed kan stralen. Ja, dan hebben ze wel genoeg grip, zeg maar. Maar ik denk niet dat het wegrijden dan makkelijk gaat. Oké. Dan is het meer gewoon een soort aan- en uitschakelaar. Ah. Laat je koppeling los. Ja, dat is de eerste twee keer. Ja, en dan is hij helemaal kapot. Dan is die kapot geschoten. Ja. Die, hè? Ja, maar hij moet schoon. Ja, dat moet hij wel. Maar dat tandwiel is al schoon, die mag hier in die bak. Ja, dit heb je nog niet gezien, hè, Bas? Dat heb ik allemaal niet gezien. Dit. Kijk. Zie je dat? Dat ziet er goed uit. Ja, dat was weer zalver, hè? Ja, dat heb je wel. Kunnen we onderdeeltjes erin gaan tassen. Die weer in elkaar. Kijk. Laten we het maar zo doen. Ik ga eerst die eerst daarin leggen, denk ik. Wat ook natuurlijk kan, is dat we eerst gewoon die tandwielen erin gaan leggen allemaal. Wat wou je dan doen? Nou, ja, dat ding moet ook afgespoeld worden, maar eigenlijk als... De tandwielen moeten eigenlijk ook afgespoeld worden. Ja, succes. Leg ze maar in de bak. In die bak? In die bak. Ik pas in deze bak. Ik denk dat die lichte as wel. Ja, maar die zakt daar helemaal doorheen, man. Oké. Ik denk, wat we wel kunnen doen, en dat is misschien nog het makkelijkste, is die... op een paar blokken boven die lekbak leggen en dan gewoon met een kwastje, met een pot zo. Ja, maar dat kun je beter niet doen.
Nee, jawel, dan spoel je ook de troep eraf. Ja, maar er zit alleen nog van dat vet op, hè. Oh, dit is niet zo best. Dat is niet best. Wat valt daar nou weer uit elkaar? Wat heb je daar? Deze o-ringen zijn een beetje... Waar zijn die van? Op zijn eind gelopen. O-ringen? Oh, ringen. Koperen ringen? Nee, dat zijn weer... Nee. Zo'n ding van tussen de kraam is daar. Maar volgens mij is het... Oké. Ja, wat doen we? Maar we hebben nog koperen ringen, toch? Ik weet niet of we die nog hebben. Jawel, die hebben we. Anders bestelden ze wel. Oh ja, dit ding is ook vies. Ja, sowieso moeten we hier straks eerst maar een vloer schoon maken. Dit is echt niemand om te hebben, man. Volgens mij helemaal. Nee, ja, je zit heel tijd... Zooi onder je schoen vandaan te toveren. Ja, nou nee, ik haal er nou een haar van de staalborstel en een laars. Oh! Ja, die zijn niet fijn, hoor. Oh, ja, oké, laten we dan maar even wat doen. Oké, wat doen we eerst? Dus waar we die bak nou in elkaar zetten, daar ligt die dadelijk, hè? Ja, dat is toch goed, maar dan moeten we hem wel even degelijk neerleggen. Ja, we kunnen hem ook gewoon even alvast op een pelletje leggen of zo. Ja, omdat die bout ook langs onder draait. Kunnen we misschien beter... Op balkjes leggen. Op balken leggen. Ja, die aftapplus zit nu ook nog niet vast. Die zit er nou nog los in. Ik kom mijn hand erin eruit. Al moeten we die vast doen. Ja, dat weet ik niet. Misschien wil hem nog wel naspoelen dadelijk als hij in elkaar staat. Dat denk ik niet, denk je wel? Als het goed is toch alles schoon als we hem in elkaar zetten? Ja, je kunt er een beetje schoon, die is omheen gehoord nog. Maar ja, dat komt er ook niet uit, hè. Dat bleef allemaal hier wel in staan en zo. Dus die dammetjes, komt hier zo. Dat wat hierin blijft staan, dat kan nooit weg. Het is wat dat betreft ook eigenlijk een beetje een lompe versnellingsbak. Ja, daar waren we volgens mij al wel over uit. Ja, maar er zit ook geen... Je kan nooit alles aftappen, hè? Ik bedoel, alle verontreiniging en zo, die gaat allemaal onderin staan. En normaal gesproken, als je dan de aftapplug eruit draait, dan komt eigenlijk al het troep natuurlijk mee eruit. Maar als je dit soort dingen in je karter hebt, om het zo maar te zeggen, het staat zo'n gootje. En je ziet het al, die blijft ook weer een beetje van die sludge blijft daar zitten. Ja, dan krijg je nooit schoon zo'n bak eigenlijk. Ah, ik had er straks een staaltje bakwerk gebeld. En de borgplaatjes die zijn vanmiddag ook klaar. Die hebben we nodig voor de koppelingen en zo in elkaar te zetten. Ja, ja, ja. I love it when a plan comes together. Eén koppeling dan. Ja, de andere moet ik drogen, hè? Ja. Oh, wacht even. Ja? Ja. Ik kon hem ook gelijk in mijn vette boek leggen. Ja. Ja, we hebben hier dus allemaal ringen, bouten, moeren, allemaal kleine onderdeeltjes. En die moeten eigenlijk ook allemaal ontroest worden. Ja, dan wordt het natuurlijk echt een verschrikkelijk werk om dat allemaal met de staalborstel te doen. Hadden we bedacht, weet je wat, we kunnen ze ook trommelen natuurlijk. Ja, het handigste zou zijn met een smentmolen natuurlijk. Dan konden ze gewoon erin gooien, en de smentmolen draaien, al die onderdeeltjes, de rammelt dan door elkaar. Komt alle roest los. Dat zou echt perfect zijn. Alleen, we hebben dus geen smentmolen. Dus ja, dat is een beetje jammer. Ik had even zitten kijken of ik gauw ergens een smentmolen vandaan kon halen. Maar in de buurt stonden er allemaal niet zoveel, voor weinig. Toen waren we denken van, weet je wat? We pakken een blik en dat doen we met de elektromotor aandrijven. En dan worden ze ook getrommeld. Nou, dit blik was eigenlijk te klein. Toen had ik vervolgens dat blik. En er zou dan eventueel hierin kunnen.
dat zou kunnen werken. Maar ja, dan zit je de hele tijd in de gerammel en die herrie. En ideaal is dat ik ook niet. En toen bedacht ik opeens iets anders. Wij krijgen vandaag een nieuwe wasdroger, omdat die eigenlijk al een beetje versleten is en hij droogt niet meer zo goed. Maar hij draait nog wel. Dus Dirk, zullen we even die wasdroger uit de rij pakken daar? Gaan we hem pakken? Ja joh, hij krijgt een nieuwe functie. Oké. Okay. Zo, ja. Dat is echt nog... Stinkt wel. Ja, kijk, hij is ook, zie je, het is allemaal vochtig binnenin. Hij droogt allemaal niet meer zo goed. Volgens mij draait hij niet meer. Misschien wel. Misschien is dat het probleem wel. Misschien kun je hem gewoon maken. Ja, dat zal wel. Ik denk dat we hem wel kunnen maken. Ik heb hem ooit een keer eerder gerepareerd. Er was het riempje eraf gesprongen. Maar het ding is echt al best wel oud. Dus het is ondertussen tijd. En we hebben al een nieuwe besteld. Dus, hij krijgt een nieuwe functie. Laten we kijken hoe we hem kunnen repareren. Hij is wel zwaar, hè? Ja, ik til hem in het midden, man. Ik til alles. Weer. Ja, ik vind het niet erg. Ja, dat weet ik wel. Goed. Zo. Hoppatee. Even kijken. Jij wordt er wel gelukkig van, hè? Ja, ik vond het een goed idee. Ik heb echt al een hele tijd zitten nadenken. Hoe gaan we die boutjes nou trommelen? Ik had eigenlijk ook geen geschikte elektromotor ervoor. Maar dit zal toch wel moeten werken, denk ik. Zo. Even kijken. Ah ja, kijk, zie je? Uh-oh. Oh, de riem is kapot. Is dat niet een beetje zonde om dan heel die wasdroger weg te doen? Omdat het riempje stuk is. We hebben toch al een andere besteld. Deze is al echt oud, hè? Deze gaat al lang mee. Het is trouwens niet gek dat hij niet echt lekker meer droogt. Ja, we kunnen daar wel iets anders op verzinnen, toch? Kunnen we daar niet gewoon een touw omheen doen of zo? Ja, dat werkt denk ik niet. Maar weet je dat ook kunnen doen? Een fietsband. Wat? Een fietsband. Dat. Er komt niet echt kracht op. Nee joh. Maar het motortje draait ook. Oh, dat is één. Ja. Maar zo kunnen we dus nog niet bij de riem bij. Nee, dan moeten we die zijkant. Maar de zijkant eraf halen is volgens mij echt een ramp. Want daar hangt alles aan. Alles hangt aan de zijkant. Maar, oh wacht, eventjes. We hebben er nog niet onder gekeken. Het riempje achter, die ligt daar achter dit plaatje. Trouwens. Hoor maar. Die kun je zo afkoppelen. Zo simpel werkt dat, zo'n wasdroger. Kijk, hieronder heb je gewoon het motortje. Daar zit een riempje over, die drijft gewoon een trommel aan. Ondertussen zit hier ook nog een waaiertje, dus die blaast dan zo hier lucht erheen. En dit is een verwarmingselement. Kijk, hier zie je allemaal van die draden in zitten. Zie je dat? Die krulsnoeren die daar liggen. Ja, daar zei ik gewoon, daar gaat gewoon stroom erheen. En dit heeft een weerstand. Die draden die gloeien helemaal op. Die worden heet. Die warme lucht blaast die zo in die trommel. Ah. Een kind kan de was doen. Drogen, bedoel ik. Haal hem er maar even uit, hoor. Schroef hem maar open, hoor. Ja, joh, man. Dat is altijd met de wasdrogers. Dit is gewoon een koolborsteltje, zie je dat? Nee, het is geen kool, dat is gewoon... Ja, geen koolborstel, maar gewoon om stroom door te geven. Ja. Dat is om statische dingen weg te halen. Dat zou wel eens kunnen. Maar, hij wil er nog steeds niet uit. Hier is het ook een tie-rip, hè? Ja. Ik denk dat hij er nog niet af kan, want hij moet ook geschroefd worden nog of zo. Op haar trekken. En daar is het schroefje zo en zo. Die is los. Oh ja. Ja, dat is meestal de manier. Ja, hieronder zit ook nog van die dingen. Daar moet je even mee de schroefdraaier onder wippen, denk ik. Maar zit hier ook nog een schroefje? Hier zit het schroefje nog. Hoe kan ik daarbij dan? Oh, hier onderdoor, joh. Oh nee, daar zit hij niet meer vast. Dat is nee, van de achterplaat. Hij klikt gewoon. Ja. Hebbes. Hoe doe je? Gewoon kracht. Gewoon langs. Nee, langs hier klikt het hem los. Oh, geef hem eens dan. Zo, ik heb daar tussendoor.
Dus, daar is hij al. Ah, hier zitten ze hoor. Hoe gaan we deze? Kijk even een beetje opzij. Ze hebben het niet. Ja, dit is niet zo'n feest, denk ik hoor. Allemaal tie-raps aan elkaar. Nee, echt wel, voor een veging werkt dat gewoon, hè? Om waterpomp aan te drijven. Kijk. Zie je, dat is het. Ja? Nou, we kunnen er wel iets op maken. Maar hij is wel echt wel, hij was wel echt afgeschreven. Want daar zit een kunststof poeletje en een poeletje moet je maar eens kijken. Dat poeletje ja, heeft dat ook allemaal. Smolten. Dit was ook allemaal. Ja, die heeft gewoon zitten slippen of zo. Ja, maar hier, dat schijnt er maar eens in. Moet je maar eens poelen met je vingers. Zie je de poelie zitten daar? Ik zie het al, ja. Dat wordt hem niet. Kunnen wij niet heel simpel gewoon iets anders hierop zetten? Ja, kijk, die geeft die lengtes even. Wat ga je hem maken? We gaan hem aan elkaar tapen. Oh. Dat moet toch goed komen. Ja, Dirk, ik heb dit ding zeg maar, ik denk 10 jaar geleden ook al een keer gerepareerd. Dus je wil nou niet zeggen dat. Ja, maar toen was de riem. Slimmer was, hè? Toen was de riem niet kapot. Nee, dat klopt. Hé? Oh. Hey, goeiemorgen. Daar is hij al. Mooi. Ik ben erg benieuwd. Ik denk dat die tape recht. Hij moet scherp buigen, hè, bij de poeletje. Ja, dat maakt niet uit. Echt. Hoor je hem? Brrr, dat doet deze. Dit gaat werken, jongen. Zo tegen elkaar hebben? Ja. Zo dan hier even dat gerafelde prulstukje even eraf beknippen ofzo? Ja, dat had ik ook al geprobeerd, maar nog niet ver. Want dit is namelijk, dit heeft liggen branden. Kijk, zie je? Hij is geblokkeerd geweest, de trommel. De poelie is gaan slippen. Hij heeft hem verbrand en toen is hij kapot gegaan. Hij heeft al tussen gezeten. Ja. Oké. Niet in mijn vingers. Wat is de hond nou weer aan het piepen? Wat is dit voor een... Dat is taai. Laat me dit zelf maar even... Ja, ik vind het ook fijn. Mooi. Oké, als jij hem nu beet houdt zo... Ja, dan... zet ze tegen elkaar. Ja. Dit gaat even hier. Weet je wat ze zeggen? Wie niet waart, wie niet wint. Je moet deze hand weghalen. Wie niet poept, wie niet stinkt. Peter had hem andersom gedaan. De tape heeft met de plakkant naar boven op de trommel gelegd. Ja. En dan zo vastplakken. Ja, dat zou werken. Voor een halve slag. Als de bouten dan ontroest zijn, is het goed. Maar als hij eenmaal plakt, dan zal ik hem echt even goed tapen. Want dit is natuurlijk echt maar even een inlooptapeje. Ja. Ja, nou kom je er toch van terug. Het ziet er toch vakkundig uit, hè? Het ziet er vakkundig uit. Ik moet zeggen, het is... Oh, nee, daar gaat het een beetje fout. Jij had er niet zoveel vertrouwen in, hè? Het ziet er... Luca! Kijk, als dit mijn droge thuis zou zijn, dan zou ik hier gewoon echt tevreden mee zijn. Ik zou hem niet eens aanzetten. Ik denk, als de monteur dit bij mij zou doen, ik zou hem sticker verkopen. Nou, we zijn al meer monteurs dan menig monteur, want die zeggen gewoon, dit is niet meer te repareren, koop maar een nieuwe. Kijk, al die koppel die die ook moet brengen... Het probleem is, er zijn niet zoveel echte monteurs meer. We hebben een overschot aan verkopers, dat is zo'n dingetje. Oh. Je wil het liefst gewoon nieuwe dingen verkopen en niet dingen repareren. Laatste tapeje. Oh, maar ik hou niet van tape. Weet je wat het is? Tape plakt overal aan, maar nooit waar je wilt.
Het zou hem zomaar eens kunnen werken. Gaan we dan eten als het werkt? Ja, als het niet werkt, dan gaan we net zo lang door met repareren tot hij het wel doet. Ja, ik heb nog wel een idee. Mooi. Het zou mooi zijn als dadelijk de lampjes het ook weer doen. Als een keer los geweest is en zo dat hij het dan weer doet. Maar niks is eigenlijk. Gaan we hem ook weer helemaal terugbouwen dan? Ja, als hij het doet. Nou ja, met een paar schroeven. Als hij het doet, ga je hem dan ook weer gewoon in bedrijf zetten? Met Bouter erin, hè? Dan wordt het onze Boutertrommelaar. Waar komt hij te staan? In het magazijn. Ik hoorde net dat we geen plek hadden voor een straalkabine. Oh ja. Nee, maar een straalkabine is wel een stukje groter dan dit, hè? Straalkabine is stiekem een groot ding, hè? Je moet er ook nog zo'n stoffilter en dingen bij hebben. Ik denk dat is ook die, nog zo'n bak, hè? Die knobbel een beetje te groot is, hè? Dan gaan we hem even op spanning zetten. Kijk, ik ben benieuwd. Het werk zit nog vast, nu nog. Ja, maar dadelijk waar de breuklijn, hier zo zit hij, denk ik. Ja, als hij daar rond dat poeletje moet, hij moet scherp de hoek om, hè? We gaan hem niet oude hoeven. Ga je hem gewoon... We zetten hem even aan. Papa. Ah, dit ziet er vakkundig uit. Oké. Komt hij al? Error. Hij gaat niet aan. Oh, ja, je moet op de play-knop drukken. Deze toch? Deze? Zou hij doorhebben dat er iets los is? Zou hij, weet je dat ook kunnen doen? Nou. Gewoon even stekken. Oh, weet je. Natuurlijk. De deur is niet dicht. Ja. Op welke stand moet hij? Ik wil de Bouter dadelijk kast droog. Laat hem daar op zitten. Ik hoor een gelé. Hey, dat is leuk. Ja, maar waar staat de pauze nu? Weet je, doe hem even uit. Ja, doe hem aan. En aan. En nu? Tel hem op play. Ja. Hij gaat het doen. Daar gaat hij. Hey. Ah. Hij ligt er alweer naast hoor. Hij is kapot. De poelie is daar al, Mieze. Nou, zet hem maar uit. Het idee was leuk. De poelie is kapot. Hoe kan dat nou toch? Het voelt wel goed hoor. Ja, dus de riem is nog heel, maar onze poelie is overleden nu. Ja, dit is toch wel een soort van jammer. Ja, daar kunnen we ook zomaar niet iets anders op verzinnen. Nou ja zeg. Ja, ik weet wel wat anders. Moeten we een andere poelie maken? Ja, we kunnen natuurlijk ook gewoon even... Hey, deze even zo, hoppa. Wat? Ja, dit is gewoon... Hatsen heel... vlats. Oeh, hè? Oh, er zit nog een overbrenging. We kunnen het op die weg halen en rechtstreeks op de motor. Ja, dan gaat hij veel harder. Nee, het is veel kleiner. Dat als je... Er haalt echt niks uit. Oh, nee, dan gaat hij... Nee, gaat hij wel harder. Ja, dan gaat hij harder. Een heel stuk harder. Dan gaat hij niet... Dan blijft hij ook echt niet heel. Ja, dat is wel een beetje jammer dit. Dit is een soort van jammer. Wat kunnen we daar nog aan doen? Ja, niks. Dit is gewoon een einde oefening voor deze wasmachine. Ja, dat is dat stomme poeletje daar. Het stelt ook niks voor, het poeletje. Het is gewoon een kunststof pieleke. Ja. Het is wel echt kapot gewoon. Ja. Wie heeft er dan ook iets hards tussen gedaan? Wat kunnen we nog op dat poeletje verzinnen? Ik vind het nou wel, nou moet eigenlijk ook wel werken ook niet. Hebben we niet een andere motor? Echt een goed idee. Dat ik hou van goede ideeën. Waarom staan we eigenlijk te knoeien met dit oude ding? Je krijgt nog straks een nieuwe. Ja precies, pakken voor een die. Ja, doen we daar toch de bout in? Niet? Ik denk niet dat dat een, dat een goed idee is. Grote bouten erin. Oh,
er komen deukjes in onze trommel. Ja, dat zijn geen lichte boutjes. Ja, dat, ja maar dat zijn ook net, ja, dat zijn die lange of wat? Oh, die ook echt, die alle lompstook echt. Ja, maar dit werkt niet, man. Hier. Ja, het werkt wel, maar dit duurt nog wel even. Ja, dat sowieso. Ik denk dat onze trommel niet zo lang duurt. Nee, dat denk ik ook. Kijk, hier, ja. Oké, laten we hem nog een beetje... Hij moet eigenlijk moet gewoon vast kunnen zetten, dat deze gewoon blijft draaien. Ja, maar ja, dan moet je gewoon een uur lang laten draaien. Ik denk, hè, als we dit willen doen, dat er gewoon in cementmolen. Ah, het werkt wel. Ik weet alleen niet hoe lang onze trommel het volhoudt. Ja, en wie gaat hier heel de tijd zo staan? Kijk dit dan, dit wordt wel gepolijst. Alle ribbeltjes zijn er al vanaf. Ja, maar ik zit te denken, wij hebben ook een assen, hè? Met lagers. Nou, ik bedoel, die kan het ook nog een lager hebben. Weet je wat ik denk dat we moeten doen? Een cementmolen hebben. Ja, deze opengegeven. Kijk, dit kan. Het is wel een leuk... weet je wat we wel kunnen stellen van dit project? Dat als je riempje gebroken is... Ik heb hem wel... dat valt niks tegen, hè? Hè? Uitstekend. Dan de poelie. Je hebt echt nodig, ik denk, gewoon tape erom. Perfect. Ja, dat valt niks tegen. Het is wel... etenstijd. Het is etenstijd en... Het is in ieder geval geen zonde dat we een andere machine gekocht hebben, want deze was wel echt hij echt was kapot. Afgeschreven, zeker als die zo oud was. Hij is al zo oud en allemaal een keer gerepareerd, die riem. Ja, ik heb geen idee hoe lang die mee is gegaan, maar wel echt lang toch. 10 jaar. Ja, zomaar wel. Boterhammen eten! Zo. Hoppa. Waar gaan we eigenlijk naartoe? Staaltje vakwerk. Oeh. Ja, onze borgplaatjes zijn klaar. Die hebben we nodig om de koppeling in elkaar te zetten. Maar, wat nog veel mooier is, ook ons rolgolfbouwpakket is klaar. Ik ben benieuwd. Kijken of het in het echt er net zo mooi uitziet als op het scherm. Eens kijken of het Twan er is, hoor. Hier natuurlijk ja, wel, ja. Allemaal net. Dat zijn wel die inspuitingen die je ja. Er allemaal hebt. En hier zie je die ook terugkomen. Normaal zeggen we ook eigenlijk van ja, tandbreedte. Een keer snijden zo. Tandbreedte van een millimeter of twee eigenlijk. Hè? Ja, inderdaad. Ja, hier zie je het minder. Maar ja, het is ook, je mag ook wel zien hoe het gemaakt is. Hè? Dat is ook aan niet de andere kant, hier voelt er helemaal niks van. Hè? Nee. Dus dat is het probleem niet. Hè? Het is ook niet scherp of zo, helemaal niet. Hè? Ja, nee, het is echt wel. Ja, ziet er super uit. Ik ben benieuwd of het net zo makkelijk om elkaar in elkaar bouwt als dat volgens eruit ziet. Volgens mij wel, want het is zo mooi, hè? Hey, er staat ja. Echt niks voor, hè? Inderdaad. Dat komt gewoon goed, hè? Ja, dat denk ik wel. Staat weer bij het, man. In werkkleren, ja, maar werkkleren, ja, werkkleren. Ja, dat is ook niet allemaal. Dat is ook niet iedere dag, hoor. Er zit ook veel achter de computer om te zorgen dat die dingen eigenlijk allemaal goed komen. Ja, inderdaad, hè. Het is veel computerwerk allemaal, dat soort dingen. Hé, maar deze, daar zaten we eigenlijk nog meer op te wachten natuurlijk, de borgplaatjes. Ja, ik hoorde al iets voorbij komen, ja. De borgplaatjes. Zijn de borgplaatjes al klaar? Ja. Dus ik zat zo van, ah, ik was wel genieten, eerlijk gezegd. Ja, Twan borgt zelf de video's ook natuurlijk. Iedere dag zit ik ook gewoon te kijken, absoluut. Ja. In Wilde, dat doen we. Super.
Hey, hartstikke bedankt alweer, hè? Perfect, hoor. Ik kan zelf nog een aantal bier snijden. Ja, ik heb het voorbeeld, dus ik heb weer de computer staan. Ik zou wachten tot hij helemaal perfect is, want we gaan hem nog even buigen en dan even kijken of die nog aangepast wordt. Ja, precies. Perfect, hoor. Ik ben benieuwd. Wel een leuk bouwpakketje. Maakt er iets moois van, vijf nog helemaal niks van. Ja, super. Hey, bedankt, hè? Oké. Okay. Doei, doei. Borgplaatjes. Zijn dit een paar mislukte borgplaatjes? Dit zijn geen borgplaatjes, dit is ons bouwpakket. Meteen bouwen. Kom, ik zie alleen één detail. Ja. We gaan kijken of het werkt zoals het de bedoeling is. Maar hier ging het eigenlijk om. Onze borgplaatjes. Die hadden we nodig. Kijken of ik goed gemeten heb. Ja. Kijk even. Zijn ze goed? We gaan kijken. Deze zijn dikke. Nou, ik had ze gemeten en deze waren 1,5 millimeter en dit is ook 1,5 millimeter. Dan zijn ze gewoon een beetje afge... Ja. Oké, mooi. Het was... Het ziet er goed uit, hè? Misschien moeten we die dingen, voordat we ze erop doen, in de bankschroef al een beetje... Ja, dus even een beetje helpen. Dat zal een schuin kantje hebben. Dat je nou er al met een bijteltje om kan tikken, hè? Ja. Ja, ik ben benieuwd. Misschien hadden ze ook wel uit 1 mm moeten gemoeten eigenlijk dan. Maar volgens mij, want ik heb ze gemeten qua dikte. Dat is wel echt dunner. Dat is 1 mm. Wat je daar hebt. Ja, dit is goed. Dit is niet scherp. Nee, dit ook niet hoor. Ik zit hier allemaal aan te wringen. Het is bizar, hè. Dat er zo goed werkt, de lasersnijden. Het is echt een mooie manier om dingen te maken, vind ik het. Ja, alleen je kan het niet overal doen. Kijk. Niet iedereen heeft zeg maar zo'n machine. Nee. Kijk, ah, dit zijn ze, hè. Hier. Kijk. Zo. Dat ziet er goed uit, hè. Dat lijkt net echt. Ja. Maar ze waren wel dik, hoor. Kijk hier maar. Hier. Ik had hem gemeten. En ik had 1,5 gemeten. En als ik hier zo kijk, hier moet je maar zien met het randje waar die... Ik denk dat het gewoon goed is. Ja, ze hebben niks anders toch? Dus... Nou ja, ze zijn gewoon prima. Mooi. Nou toch. Het mooi, hè? Het ziet er vet uit, hé. Ja, echt wel. Oké. Kijk of het werkt zoals ik had gedacht, hè. Dat is natuurlijk de vraag. Boven. Nou, dit gaat wel. Kijk hier, joh. Je kunt het gewoon met de hand plooien. Dat was ook de bedoeling natuurlijk. Oep. Nou, kijk hier. Oh, zie je dat? Ja, dat we de boutjes moeten hebben, hè. Oh, hij is al wel een beetje krom, de achterklep. Ja, die achterklep die moet een beetje... Die zou je eigenlijk met een tangetje moeten plooien, denk ik. In de hoeken, daar. Zie je dat? Ja. Daar komt er dat hier dit dammetje in zit, ook. Dan moet je dat dammetje weghalen. Maar toch. Voep. Jammer dat wij geen boutjes ervoor hebben. Hoe gaan we dit maar dat zijn toch wel grotere dan 3? Ja, het is 4, maar het 4,5, maar de... Dus 4 kan er ook gewoon in. Ik denk als ik hem zo op tafel... Hop. Deze. Oh ja, moet eerst deze ook naar beneden plooien. Die. Zo. Ja, dat komt wel goed. Zo. De bodemplaat, kijk, met een pijltje erin gesneden, hè. Wat de voorkant is, want hij is namelijk niet precies symmetrisch. Kijken. Zo. We hebben wel niet genoeg schroefjes. Denk ik dadelijk.
Kijk eens. Dat ziet er goed uit. Mooi, hè? Wat verdikke. Het is een mooi bouwpakketje geworden, vind ik zelf. Ja, nou moesten we de rolbeugels er nog omheen zetten en zo. Alleen, nou zijn wel echt de schroefjes op, dus... Daar moet ik nog even een schroefje voor bestellen. Dat hadden we nu niet gedaan, we hadden toevallig nog wel leer. Maar kijk, dit komt ook wel goed zo, hè. Dan deze zo, en dan deze hier nog tussen komen, zo. En dan hier nog eentje. Ik wil hem verder afbouwen, maar de schroefjes zijn op. Mooi, hè, wat je zo allemaal kan doen met zo'n tekenprogramma en dan lasersnijer. Kijk eens! Ik vind hem echt wel goed gelukt, hoor. Oh, ik moet die al. Hoppa! Ja, alleen de wieltjes zitten er nog niet aan. Maar daar moeten we draadtuintjes voor hebben om dat nog te doen. Ik heb die misschien ook nog wel. Dan ga ik even gauw kijken. Dat zou het wel afmaken. Gast. Hoezo? Ik sta. Het stinkt hier. Zelf hier? Dan kunnen we daar die... Ja, ik zie je twijfelen. Ja, ik weet het niet. Dit wordt een... Tijd gaat mooi. Zo. Nou, dat valt niks tegen. Dit is goed zo. Nou, je moet inderdaad wel echt met de tandwiel op blijven liggen. Want anders dan ligt die door de bak heen, denk ik. De bak? Zo, de bak is toch open. Dit is goed. Oké. Tuurlijk. Lang duurt. Oh jongen, dan gooien ze erin.
Even deze afmaken. Waar? Heel die koppen. Wat in de handjes gelegd? Let op, ik doe het bedje open. Oké, Dirk. Til ze er maar in, hoor. Oké, dit is goed zo. Kom maar. Oh ja, slap Janus. Ik zal deze kant op pakken. Hé, ik had net die kant. Ja, nou, volgens mij maakt het ook helemaal niet zo heel veel uit. Nou, deze is wel een beetje zwaar, hoor. Oké, okay, ik moet het wel even naar jouw kant dan. En dan wil ik even de knie pakken hier. Oké. Okay. Ja, hij moet daar vooral opletten, daar laag daar komen. Hier zit natuurlijk geen laag aan deze kant. Nee, die moet er nog in. Nee, precies. Maar die wordt straks langs deze kant opgeschoven. Goed, hè? Nou, we doen het maar. Ja. Ja, je weet niet goed staan zo. Ja, hij ligt hier in de schuifjes. Hij ligt helemaal goed. Oh, wel heen. Hij wordt meteen zwaarder. Maar niet uit. Ik heb hier een blok. Even kijken. Als ik dan onder wil, laat mijn kant wel zo. Zo. Kijk, goed zo. Erop. Ja, die kan erin. Ja, ja, dan moet je hem wel gelijk ook aandraaien, want anders dan droogt de verpakking. Dat is zo. Kijk, als we dit nou zo doen, dan hebben we in ieder geval de vloer alweer vrij. En dan kunnen we dit meteen opruimen. Het ziet er goed uit. Komt goed zo, hè? Zo. Versneltjebak staat alweer voor de helft terug in elkaar. Ja, een paar onderdeeltjes van een versnellingsbak die nog gauw mee gespoten moeten worden. We kunnen hem helemaal in elkaar gaan zetten, hè? Of niet, Erik? Ja, je hebt hier nog een aantal dingen liggen, zag ik al, dekseltjes en zo. Ja. Ja. Ja, dan moeten we eigenlijk alleen die laagbus nog hebben, hè, van die schakelmechanismen. Dat zou fijn zijn als we daar moeten we nog even iets op verzinnen. Of we daar een nieuwe voor gaan maken, of dat we daar die gaan opknappen of een andere voor gaan vinden. Dan denk ik deze opknappen. Ja, kan best. Laag zelf is nog wel goed. Hey, maar het is ondertussen alweer bijna 5 uur. Ik ga even mijn handen wassen, want dan kan ik mijn telefoon erbij pakken voor de comments te lezen natuurlijk, hè. Nog Bouten willen trommelen. Ja, nou staat hij. Nou, weet je wat? Die doet het wel, hè. Ik pak ze er gelijk bij. Ik denk dat je dan ruzie krijgt. Laten we dat maar niet doen. Ja, en nou terugkrabbelen. Ja, ik denk dat we daar toch een andere oplossing voor moeten bedenken. Ja, we moeten de smetmolen even regelen. Dat zou het beste zijn. Wat moeten we regelen? De smetmolen. Ja, of een oude wasdroger. Ja. Nee, maar een wasdroger is eigenlijk niet goed, hè? Nee, die trommelen snel, want er kan wel deuken in, hè? Dat is wel leuk voor even, maar volgens mij, als dan een halve dag staat te draaien, is heel het ding versleten. Dat weet ik wel zeker. Hoor! De tankversnellingsbak uitspoelen, 110. Wat? Daar staan de reacties. We hebben het hier eigenlijk al een beetje over gehad, hè? Zegt ja. Theo O. Die zegt, die Chinezen / Russen hebben de koppelingen met een reden niet geverfd. Jullie echter wel. Er hangt een paar honderd pk aan te trekken, dus die koppelingen worden waarschijnlijk goed heet.
Ik zou daarom niet verven of hittebestendige verf nemen. De vertanding van de koppelingkorf verven lijkt mij ook niet zo'n goed idee. De resten verf gaan overal tussen zitten en hierdoor kans op een slippende koppeling. Ja, dat gaat hier over, dit zeg maar. Hé, maar wacht even. Wat? Eén dingetje. Ze leken niet geverfd, maar ze waren wel geverfd. Ja, waren die dingen geverfd? Die splijn weet ik niet, maar de koppeling zelf wel. Ja, de koppelingen. Ja, ja, dat wel. Hij zegt, die platen zouden dan niet verven, want... nee, de platen sowieso niet. Nee, die platen waren natuurlijk niet geverfd. En die splijn denk ik ook niet. Maar de rest wel. Maar, we hebben daarover nagedacht en we hebben die expres wel geverfd. Kan ik ook vertellen. Die platen die zaten echt muur en muur vast. En dat kwam gewoon door een heleboel zut wat daar onderin die tanden zat. Al roest en prut en zo. Dat hebben we helemaal schoongemaakt. En daarna hebben we er wel een laagje grondverf op gezet om dat te voorkomen. Ja, die koppelingsplaten zelf kunnen wel warm worden, ja. Maar dit, zeg maar, ja, dat wordt nooit zo heet dat die verf eraf brandt. Dus dat gebeurt niet. Die verf op de tanden, ja, die slijten natuurlijk af. En dat, ja, dat komt wel wat tussen die platen en zo. Maar daar verbrandt hij echt wel mee. Dat drukt hier zo tussenuit. Dat is ook zo'n klein beetje. We gaan hier uiteraard niet die dikke verf opkwasten, hè, die dikke chap. Want dat komt natuurlijk niet meer goed. Dan kun je het niet meer monteren. Dit hebben we overigens ook al geprobeerd met een koppelingsplaat. Om te kijken dat die nog fatsoenlijk schuiven, zeg maar. Dat die laagopbouw niet te veel is. Kijk, en dat doen ze natuurlijk dus nog wel, hè. Ja, maar dat schuift hier gewoon zomaar in. Kijk. Kijk hier. Zie je hem? Kijk. Ja, die schuiven er zo losjes in. Dus dat, dat lijkt me helemaal 100 punten. Oké. Volgende vraag. De volgende. Harm Liebrand, die zegt, hoi Emiel en Dirk, ik heb een vraagje. Ik kijk al best lang de video's en vraag me af of Thijs uit de oude video's nog een keertje langskomt. Of hebben jullie geen contact meer met hem? Groetjes, een trouwe kijker. Ja, daar vraag ik best vaak mensen naar inderdaad, naar het oude team. Thijs kijkt de video's, dus misschien als je nou de video kijkt, kom een keer op de koffie Thijs, want de kijkers willen jou zien. Hey. Dus dat. Oké. Okay. Even kijken. Gaming NL. Hey Milo, mijn vader heeft op de zaak nog een slijpmachine staan die hij graag zou doneren. Als het je wat lijkt, komen we hem brengen. Met vriendelijke groet. En er staat een mailadres en er staat like zodat ze het zien. De slijpmachine. Is dat zo'n Amaretto? De Armadillo? Armadillo, die ja. Dat, die, daar ja. Ja, dat is een puntje van aandacht, de machine. Daar is schijnbaar iets niet helemaal elektrisch lekker mee, want... We hebben wel eens dat als we hem uitzetten, dat ook het licht uitgaat hier. Maar we hebben er daar ook nog een staan, want dat is eigenlijk best gewoon een goeie. Maar ja, ja, het is zo. Ja, dus we kunnen eigenlijk gewoon die daar staat, daar zetten, want die gebruiken we nooit. Toch? Maar die is volgens mij niet compleet. Daar mist er eentje van, toch? Een steen? Er zijn er wel twee stenen. Ja, er zijn gewoon twee stenen. Oh, okay. Kom maar gaan kijken, kom ja, kijken. Ik geloof het. Ik geloof kom maar kijken bij de andere Armadillo. Armadillo? Kijk hier. Oh, die is wel goed. Ja, die is gewoon goed. Pas op voor je vingers. Hier. Kijk, en hier nog eentje. Die is voor de kettingzaak. Ja. Deze kunnen we gewoon daar neerzetten. Die is toch prima? De steentjes staan goed. Het is nou niet dat we er echt heel zwaar werk mee doen, hè? Nee, boren slijpen. Daarom. Het is... Wat is dit? Ja, ik weet niet wat voor een dat ze hebben. Misschien hebben ze wel een hele brute. Dan willen we hem wel even graag natuurlijk. Maar ja, dat is echt zo'n grote manier. Als het zo'nzelfde is als deze, dan is het schraal. Want deze kunnen wij gewoon daar neerzetten, toch? Dan kunnen ze hem beter zelf... Misschien dat ze hem zelf af en toe nog wel eens een keer nodig hebben. Dan kunnen ze hem beter houden, toch? Dat lijkt me wel. Als, Maar wel heel vriendelijk aangeboden. Dat is top, hey, toch? Morgen krijgen we nog iets moois, hè? Zo, ja, misschien wel. Maar dan moeten we morgen... Dan moeten we morgen kijken. Dit is wel echt dus heel ik zou spannend. Een cliffhanger! Ik zou zeker morgen kijken! En klik even op het belletje en abonneren als je dat nog niet hebt gedaan! Vlogger moves! Met de voeten kan niet vandaag. Oh nee, de platte lens staat erop! Dan staan de voeten er niet op. Oké. Ja, wat een boel geklets! Je kunt wel horen dat het einde is van deze werkplaatsvlog. Mensen, hartstikke bedankt voor het kijken en tot morgen!